We staan hier bij TNO, een van de grootste onderzoeksinstellingen van Nederland. Hier ontwikkelden we in 2004 een van de eerste cloud-telefoniecentrales van de wereld. Met twee klanten werd Voice verzelfstandigd en kwamen we op deze zolderkamer te zitten. Maar daar zaten we niet lang. Voice groeide snel en al snel was er een echt kantoor nodig. En dat vonden we in de start-up hotspot van Groningen, de mediacentrale. In de mediacentrale werd Voice groter. Maar het inrichten van de telefonieomgeving was nog steeds handwerk. En daarom gingen we aan het ontwikkelen. En eind 2009 werd Voice Freedom 2.0 gelanceerd. Module na module wordt ontwikkeld. En er komen smartphone-apps en een browser-plugin. En zo kunnen we voor jouw bedrijf met deze bouwblokken iedere communicatieoplossing bij elkaar klikken. Een systeem dat zo eenvoudig is dat je het zelfs online zelf kunt beheren. Aan jaar ontwikkelen is het grote moment daar. We lanceren versie 3 van Freedom, jouw online telefooncentrale. Waar jij een fris nieuw jasje ziet, zit de grootste wijziging aan de achterkant. De scheiding maakt de doorontwikkeling van Freedom eenvoudiger en daarmee veel sneller. Daarnaast wordt het voor andere applicaties mogelijk om direct tegen Freedom aan te praten. En zo integreer je jouw communicatieoplossing nog mooier direct met je bedrijfsproces. En zo belooft 2019 een prachtig ondernemersjaar te worden, waarin we er nog meer aan gaan doen om jou te helpen bij het ondersteunen van jouw klanten.